Zo meteen een fijn wasbeurtje. Het is belangrijk dat je je doodle zeker 4 keer per jaar eventjes in bad doet. Niet alleen als die vies is van de modder, maar ook in de zomer, want er blijft heel veel stof in de vacht zitten. En omdat iedereen je hond aait, kan je de haren ook wat plakken. Gebruik een goede hondenshampoo en een goede verzorgde vacht is lekker zacht, ruikt fris en zo veel makkelijker te borstelen. We gaan de hond eerst goed nat maken. Zo, Turk is helemaal nat. Nu gaan we hem lekker inzepen met shampoo. Ik heb de shampoo een beetje gemengd met water. Goed over de vacht. Goed inmasseren. Tot op de huid. Een beetje water eroverheen. Zo, helemaal lekker ingezeept. Nu gaan we het goed afspoelen. Als je dit thuis doet in je eigen bad, leg dan wel altijd eerst een anti-slipmatje neer, zodat je hond niet uitglijdt. Heb je geen anti-slipmatje, kun je ook een handdoek gebruiken. Thank you.
We gaan nu Turkje nog wat crèmespoeling geven. Dan krijgt hij een extra zachte vacht. Hoeven we straks ook veel minder te worstelen. En weer lekker insmeren. En om het beter te verspreiden maak ik het een beetje nat. Spoeling heb ik er goed uitgespoeld. En dan pak ik de handdoek en ik ga natuurlijk het hoog maken. Niet te wild wrijven, dan beschadig je de haren. Daar doen we het laatste afdrogen doen we met de waterblazer. Dit is de waterblazer. Een waterblazer is echt onmisbaar als je een doodle hebt. De waterblazer helpt je de vacht van de doodle droog te blazen na een wandeling in de regen of na een badbeurt. Hoe beter je hem droog blaast, hoe minder dat hij klit, want een natte vacht kan heel snel klitten. Ook helpt de blazer je ermee de stof en alle andere vuil uit de vacht te blazen. Hoe meer je blaast, hoe beter de vacht verzorgd blijft. Blaas minimaal één keer per week, ook in de zomer. Het wasbeurtje zit erop. Hij ziet er helemaal fris uit. Hij kan er even lekker tegenaan.